Goedemorgen allemaal. Welkom bij het kindercollege van Tilburg University. Wat ontzettend fijn dat jullie er zijn hier vandaag. En vandaag zijn jullie voor 1 uur echte studenten aan de universiteit. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Sorry. Hebben jullie er een beetje zin in? Nou, mooi. Het college van vandaag gaat over in toga naar je werk. En er komt straks een professor en die gaat aan jullie uitleggen wat een toga is, waarvoor die wordt gebruikt en waarom ga je nou in toga naar je werk. En ook gaat de professor uitleggen welke rol een toga speelt in het oplossen van ruzie. Dus nou, de professor komt er zo aan en heel veel plezier alvast. Jamie, dat zou hier toch zo'n hooggeleerde hoogleraar zijn. Waar is die? Ik sta hier alleen voor zo'n grote zaal. Ja, begin jij anders maar alvast. De hoogleraar komt eraan. Volgens mij is de toga nog even zoek. Dus ik ga helpen met zoeken. En dan kan jij alvast beginnen. Welkom. Welkom allemaal. Mijn naam is Diana van Hout. En wie van jullie weet waar we op dit moment nou zijn? Ja, ja, zeg het eens. Universiteit. Universiteit, ja. Universiteit van Tilburg. Heel goed. En hoe heet deze zaal? De aula. Heel goed. Dit is de aula. En ja, de aula is eigenlijk de feestzaal van de universiteit. En dan moet ik heel eerlijk toegeven, dan vind ik ballonnetjes en slingers en zo vind ik ook altijd wel iets gezelliger. Maar het is nou ook weer niet zo dat we nou de Polonaise gaan dansen hier en zo. Hè? Maar we hebben wel iets heel bijzonders. En dat is namelijk, ik zal je zo laten zien, een optocht. We hebben hier wel altijd een optocht. Een optocht met allemaal professoren. En dat noemen we met een heel chic woord een cortège. En op een universiteit doen we eigenlijk heel veel dingen anders dan een school. Want op een school leer je altijd hoe iets in elkaar zit. Maar op een universiteit leer je waarom iets zo is. Dus we zijn eigenlijk een soort uitvinderschool. Maar ja, dan zonder het woordje school. Want een school is nou juist een ander systeem. He, dus wij op een universiteit leer je juist waarom iets zo is, want we willen graag nieuwe uitvindingen doen. En wat natuurlijk een beetje gek is, dus we noemen eigenlijk ook heel veel dingen anders. Hè. Je hebt hier geen lessen, maar je hebt colleges. En we hebben geen schooljaar, maar een collegejaar. En we doen ook nog iets anders en dat is, wij vieren altijd feest als de vakantie weer voorbij is. Dat ze weer nieuwe dingetjes mogen leren. Dat vinden wij heel leuk. En dat doen we dus met zo'n optocht met hoogleraren. En daar zit eigenlijk iets vreemds aan. Want dit zijn allemaal mensen die zich dus bezighouden met de toekomst en toekomstige uitvindingen. He, dus misschien is die mevrouw daarvoor is eigenlijk wel aan het uitvinden hoe je zo goed mogelijk een taal kunt leren. Of die meneer daar met dat brilletje zo hier is misschien wel bezig om een ruimteschip uit te vinden om naar de zon te gaan. He, en als ze dan feest hebben, dan trekken ze allemaal zo'n hetzelfde aan en dan ook nog zo'n stokoude jurk. Gek is dat eigenlijk, hè? He, dus dan zijn ze allemaal uniek en met de toekomst bezig en toch dragen ze iets hetzelfde. Nou, dit college heet waarom ga in je toga naar je werk? Maar om daar nou een goed wetenschappelijke vraag van te maken, weet iemand dan hoe je het dan zou formuleren? Oh, heb ik al gehad. Hoe zou je het dan formuleren? Een goede academische vraag, een goede vraag die je als uitvinder dan zou willen doen. Wat doen wij anders op een universiteit dan op een school? Weet je het nog? Durf je te zeggen? Jij? Oh, je hoeft niet als je die weet, hoor. Ja,
Nee, dat doet de school. Wij doen een andere ding. Weet jij het? Nee? Waarom? Ja, waarom ga je in het toga naar je werk? Zo zou het een goede academische vraag zijn, hè? Ja, en dan moet je natuurlijk wel weten wat een toga is. Wat is een toga? Tja, wat is een toga? Een toga, dat is eigenlijk, dat betekent eigenlijk niet veel meer dan bedekking. Niet veel meer. En het is eigenlijk werkkleding voor hele speciale beroepen. Of hele specifieke beroepen. Dus een politieagent die gaat in zijn uniform. Maar een rechter die draagt zo'n grote zwarte jurkje. Zie je er al eentje? Hè, dit is er zo eentje. Die draagt hij naar zijn werk. Maar ook een hoogleraar draagt ook een toga als hij naar zijn werk gaat. En een toga die betekent, zoals ik al gezegd heb, bedekking. Maar... alle toga's hebben eigenlijk allemaal een verschillende functie. Vroeger, de Romeinen droegen ook al een toga. En Julius Caesar die werd altijd bijgestaan door een groep wijze mannen of vrouwen. Die hem altijd van raad voorzien. En die droegen allemaal een witte toga als een feest was. En die probeerden juist gelijkheid uit te stralen. Deze meneer, ja, die zat heel erg veel in de boeken. Die was altijd heel veel aan het leren, Erasmus. En het was natuurlijk heel erg koud vroeger, want er bestond er nog geen centrale verwarming. En die droeg zo'n toga om lekker warm te blijven, bijvoorbeeld. Nou, er waren meer mensen die studeerden. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze ook een toga aan hebben, maar dat daar verschillen tussen zit. Dus toga's werden soms ook gedragen om verschil aan te geven. Dus van welke universiteit kom je, wat is je rang? En als je nog kijkt naar de toga's van vandaag, zoals die vandaag de dag gedragen worden, dan zul je zien dat je de verschil in rangen en positie nog steeds zult herkennen. Het verschil in rang kun je ook zien in de toga van Sinterklaas. Sinterklaas heeft ook een toga en aan zijn toga kun je zien dat hij bisschop is. Geweest. Hij was de bisschop van Myra in Turkije. En dat kun je zien aan zijn toga. Nou, heel veel mensen denken, want als je hier ook kijkt, dan zie je dat al die toga's allemaal zwart zijn. En mensen denken dat die toga altijd zwart is geweest. Maar dat was niet zo. En zeker die hoogleraren-toga, die was vroeger van origine rood. Hè, dus hier kun je... En eigenlijk door de tijd... is die steeds een beetje veranderd en onderhevig aan mode. Als je kijkt, dit is een rechterstoga of een advocatentoga. Dat kan ik op het plaatje niet zo goed zien. Kun je zien dat ze zo'n klein wit sjaaltje dragen. Dat noemen we zo'n bef. En die bef die is afkomstig van de Spaanse kraag. En de Spaanse kraag die was altijd de bedoeling om dat de kleding niet vies werd. Maar op een gegeven moment kwamen allemaal pruiken in. En toen was het eigenlijk heel erg onhandig, zo'n grote kraag. Hè, als je dan ook nog met je pruik zat. Dus die werd uiteindelijk kleiner. Dus die bef, dat witte kleine lapje wat daarvoor zit, dat is afkomstig van de Spaanse kraag. Ja, maar als je dan... weet dat de toga eigenlijk onderhevig is geweest aan mode. Waarom draagt eigenlijk zo'n rechter nog steeds zo'n grote zwarte jurk? He, waarom draagt hij nou zoiets en niet zoiets? Is toch veel leuker? Beetje leuke kittige hakjes eronder zo. Toch? Of niet? Ik zie een man daar ja knikken. Ja, nou misschien is dat maar eens een vraag die we aan de rechter moeten gaan stellen. We hebben ook een rechter uitgenodigd vandaag. Jamie, kun jij mij even helpen? Want zo'n rechter die is natuurlijk gewend dat hij een beetje netjes ontvangen wordt. En, dus ik heb eigenlijk twee kinderen nodig. Iemand die de rechter kan assisteren, de griffier. Wil jij? Ja. En ik heb een bode nodig. Een bode. Kom maar. Ja. Had jij de bode al gekozen? Nee, de bode moet ook nog even komen. Misschien een meisje. Kom jij maar. Ja. Kijk, moet maar even kijken welke past. Ja. En dan zal ik... Kom maar, ja.
Mam, mag ik een ijsje? Nee, Jan. Ah, een ijsje. Ik zei nee, Jan. Ik heb hulp nodig. Help. Wie had gebeld? Nee. Nee, ik heb gebeld. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Van dienst zijn? Ik wil ijs. Mevrouw, uw zoon wenst een ijsje. En wel per direct. Ja, maar ik zei nee. Mag ik erop wijzen dat u volgens de wet verplicht bent uw zoon tot zijn 18e te verzorgen en te voeden? Ja, maar toch niet met ijs. Gezien uw eigen omvang lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat u zelf in het verleden ook wel eens dergelijke zoetigheden heeft genuttigd. Oh, wat krijgen we nou, zeg? Een ijsje met 3 bolletjes. Mevrouw, wilt u dat ik mijn ijs herhaal omdat u iets mankeert aan uw oren of heeft u het gewoon niet begrepen? Hou toch je mond, rare man in je gekke zwarte jurk. Belediging van een advocaat in functie lijkt me niet verstandig, mevrouw. Bovendien, dit is geen jurk, maar een toga. Oh ja? Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Mevrouw, ieder mens, dus ook ik, heeft het recht om te spreken en vrijelijk zijn mening te uiten. Als jij niet ophoudt, gooi ik je in de vijver. Of ik stop deze... Bedreigen met fysiek geweld of intimidatie is strafbaar. Mijn cliënt wenst een ijsje met 3 bolletjes. That's all. En wat als ik hem geen ijsje geef? Hè? Wat dan nou? Als u niet onmiddellijk op de eis van mijn cliënt ingaat, dan zijn wij genoodzaakt tot inbeslagname van uw bezittingen en tegoeden. Oh ja? Oh ja? Het staat allemaal heel duidelijk omschreven in de grondwet, mevrouw. En u als staatsburger en inwoner van dit land dient zich aan de wet te houden op straffen van een geldboete of zelfs gevangenisstraf. Ijsje, ijsje, ijsje. En nu? Ik ben bereid tot een schikking over te gaan. Als u mijn cliënt een ijsje met 2 bolletjes geeft, dan zien wij af van aangifte en inbeslagname. Nou, goed dan. Aardbeien stracciatelli, mam. Neem nu ook een kinderrechtsbijstandverzekering en laat het recht zegevieren. De rechtbank. Gaat u alles staan? Ja, zeg maar, kom maar. Kom maar achter me. Kijk, je mag daar naast gaan zitten. Kom maar. Kijk eens. Mama mag zo'n foto maken, hoor. Ga maar zitten. Ja. Zo. Ja. Gaat u alle zitten. Goedendag, mijn naam is Diana van Hout en ik ben raadsheer plaatsvervanger, dus oftewel rechter bij het gerechtshof Den Bosch. En de vraag is dus inderdaad, waarom dragen nou die rechters nog steeds zo'n grote zwarte jurk? Hè? Nou, ik heb straks al gezegd dat dat hij onder mode onderhevig was en dat hij zelfs de hoogleraar toga was van origine rood. Bij de Universiteit van Maastricht zie je nog steeds dat hij rood is. Maar zo toen Napoleon Bonaparte kwam, die vond dat zwart was deftig, was netjes. Je zag dat heel veel geleerden in die tijd, die droegen allemaal toga's. Dus toga's die werden eigenlijk geassocieerd met betrouwbaar, geleerd. En Napoleon Bonaparte die vond dat rechters de zwarte kleding moesten dragen. Dat straalde soberheid uit, autoriteit, vertrouwen. Dus dat was belangrijk. Dus het wit stond voor de neutraliteit, voor de onpartijdigheid. En de zwart voor de soberheid, de betrouwbaarheid en voor autoriteit. En het was vooral belangrijk dat het niet ging over de persoon in de toga. Die was niet belangrijk en daarom draagt eigenlijk een advocaat ook nog steeds een toga. Maar voor een rechter heeft zo'n toga eigenlijk nog een andere functie. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop mensen zich gedragen als ze ruzie hebben. Want als mensen ruzie hebben, dan wantrouwen ze elkaar altijd.
En dat kan ik uitleggen aan de hand van het volgende schemaatje. Ja, kijk. Hoef je niet van buiten te kennen. Is niet belangrijk. En dit is een zogenoemd escalatiemodel, zoals dat heet. En daar zie je eigenlijk in allerlei hokjes, zie je hoe mensen zich gedragen als ze ruzie hebben. En daarin kunnen we ongeveer herkennen hoe ver de ruzie geëscaleerd is. En hier, als je kijkt in hokje 9, dan zijn mensen echt super boos op elkaar. En als mensen super boos zijn op elkaar, dan denken ze ook heel zwart-wit. En dan willen ze eigenlijk alleen maar dat die ander verliest. Kan ze niet schelen? Als die ander maar verliest, al gaan ze daar zelf aan ten onder. Als die ander maar verliest. En als je hier bij dat groene kijkt, helemaal links, dan zie je dat mensen een beetje boos, een beetje teleurgesteld zijn, enzovoort. Dan is het nog niet zo erg. En iedere keer gaat dat een stapje verder. Nou is het niet zo dat we mensen natuurlijk precies in hokjes kunnen stoppen. En sterker nog, ik weet niet of er wetenschappers in de zaal zijn. Dit model gebruiken we ook niet als absolute waarheid, maar we gebruiken het wel als inspiratiemodel om procedures te ontwerpen, of in ieder geval om regels te bedenken, waardoor we ruzies eigenlijk veel beter kunnen oplossen. Dus we gebruiken het om inzicht te hebben in hoe mensen zich gedragen als ze ruzie hebben. En daarmee kunnen we ruzies, als het goed is, weer beter oplossen. In ieder geval kunnen we oplossingen bedenken om dat wat soepeler te laten verlopen. Ik heb al gezegd, hè, dus niet iedereen past in een hokje. Maar een aantal dingen zul je misschien wel herkennen. Stel je nou eens voor, Tom en Julia die hebben ruzie. Bijvoorbeeld over een fiets of iets dergelijks. Die hebben samen ruzie. Dan zal Tom tegen zijn vrienden altijd over die ruzie praten op een manier dat ze zijn vrienden zullen zeggen, oh ja, wat die Julia weer allemaal gedaan heeft, echt belachelijk. Zo stom, maar Julia doet datzelfde. Dus Julia gaat tegen haar vrienden en vriendinnen vertellen over die ruzie op een manier dat al haar vrienden en vriendinnen zullen zeggen, oh ja. Nee, want die Tom, oh ja, belachelijk, hoe dan? Hoe kun je zo zijn? Idioot. En het enige wat ze eigenlijk willen horen is dat zij gelijk hebben. Ze willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen in hun kamp hebben, die hun maar eigenlijk vooral veel gelijk hebben. Of gelijk geven. Nou, als we dus weten hoe mensen zich gedragen als ze ruzie hebben, dan kunnen we dus ook de ruzies veel beter oplossen. Maar eerst moeten we natuurlijk weten, hoe ontstaan ruzies? Ja, hoe ontstaan ruzies? Dat is misschien een beetje moeilijk omschreven, maar dat staat als iemands doelen of belangen worden gedwarsboomd door iemand anders. Stel je voor, hè, dus die Tom en Julia die hebben ruzie om een fiets en Tom wil heel graag die fiets hebben, dan voelt hij zich gedwarsboomd door Julia omdat zij die fiets ook wil hebben. En dat maakt inbreuk op zijn belang. Het kan ook zijn, net zoals Donald Duck hè, en Guus Geluk, die vechten om Katrien. Het kan ook om iemands gevoelens zijn. En we weten dat dat eigenlijk een van de belangrijkste redenen is waarom dat ruzies ontstaan. Er wordt iets van je afgenomen of er wordt inbreuk gemaakt op iets wat voor jou heel belangrijk is. En hoe belangrijker dat is voor jou, hoe sterker eigenlijk die emotie. Dus hoe bozer ze zijn of hoe sneller boos ze zijn. Nou, we zien dat ook ruzies ontstaan uit onmacht. Dat is ook vaak de reden waarom dat mensen geweld gaan gebruiken. Ja, ze weten het niet meer en ze willen toch graag grip hebben op de situatie. En wat je ook vaak ziet, is dat mensen denken dat ze oneerlijk behandeld worden. Soms omdat ze het bijvoorbeeld niet begrijpen. Hè. Dus dat kan ook komen doordat je je onmachtig voelt. Herken je daar wel eens iets van? Heb je wel eens ooit ruzie gehad? Soms? Ja? En waar was dat over? Soms met spelletjes. Met spelletjes. En vond je dan, ging het over het verliezen of dat het niet eerlijk was? Ik denk niet eerlijk. Niet eerlijk. Dan had je het gevoel dat het niet eerlijk... dat kan. Hè? Dus soms denken mensen wel eens dat ze oneerlijk behandeld worden. Dat kan echt zijn, maar dat kan ook een gevoel zijn. En je ziet ook dat er enorm verschil is in karakter. Sommige mensen worden supersnel boos en andere mensen
die, ah, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Beetje laid back. He, dus karakter speelt ook een rol. Ja, we weten dus inderdaad hoe ruzies ontstaan. We weten ook hoe mensen zich gedragen in ruzies. En dan ga ik even terug naar het moeilijke schemaatje. Als je ziet, ik heb gezegd, het zijn allemaal verschillende kleurtjes. Nou, die gele fase, dat is echt de jij bent fase. Misschien herken je het wel. Jij bent altijd zo saai. Jij bent altijd te laat. Jij wilt nooit eens meedoen. Jij bent altijd zo jaloers. Jij bent altijd zo competitief. Dus de jij bent fase. Dus de tweede fase noem ik altijd een beetje de jij bent fase. En die rode fase, als mensen zo boos zijn dat ze in de rode fase zijn, dan luisteren ze eigenlijk helemaal niet meer naar elkaar. Dan kan je wel praten tegen elkaar, maar wat ze eigenlijk doen is ze vingers in zijn oren. Ik hoor je niet, ik kan je niet verstaan. En als ze dan iets horen waarvan ze denken, nou daar kan ik op reageren, hè, daar kan ik op scoren of daar kan ik hem op pakken, hè, dan gaan ze daar vaak op reageren. En dan zie je dat zo'n ruzie, die gaat bijvoorbeeld eerst over een fiets en die kan helemaal de andere kant op gaan. Dus de rode fase is de fase dat mensen eigenlijk niet meer naar elkaar luisteren. En de gele fase is de jij bent fase. Nou, als je in de gele fase zit en in de rode fase, dan hebben mensen vaak hulp nodig om de ruzie op te lossen. Bij de gele fase, dan komen ze er zelf nog wel uit met een beetje hulp. Maar de rode fase moet er eigenlijk gewoon beslist worden. Jij hebt gelijk of jij krijgt de fiets enzovoort. Gele fase kun je nog zeggen, jij fietst bijvoorbeeld op maandagen en de andere op dinsdagen. Maar op rood kun je beste beslissen. Nou, op het moment dat iemand, een derde die dus niet betrokken is bij de ruzie, dus iemand anders die geen ruzie heeft met die persoon, probeert zo'n ruzie op te lossen, dan is het heel belangrijk dat allebei de mensen die persoon vertrouwen. En dat ze ook geloven dat hij het gaat oplossen. En dat ze geloven dat hij niet partijdig is. Dat hij bijvoorbeeld voor Julia is. Of voor Tom. Het is heel belangrijk dat ze allebei vertrouwen hebben. Hebben ze dat vertrouwen niet, dan zul je zien dat ze nog bozer worden. Hebben ze het vertrouwen wel, dan worden ze veel milder. Dan denken ze, het komt wel goed. Maar als ze dus geen vertrouwen hebben, dan worden ze zo boos en kunnen ze zelfs zo boos worden dat ze al hun woede ook zich richt op die persoon die de ruzie probeert op te lossen. En misschien zijn er wel eens ouders die naar de rijdende rechter kijken? Naar het programma? Ja. Oh mijn, kijk. Ja, dat zijn allemaal mensen die in die rode fase zitten. Die zijn heel erg boos op elkaar. Hè? Heb je misschien wel ooit gezien. Ja, dus het is heel belangrijk dat die toga, dat daar vertrouwen in is. En dat die zorgt er eigenlijk, of die onderstreept eigenlijk, dat mensen die persoon vertrouwen die ruzie probeert op te lossen. Nou zei jij al zo, hoe is jouw naam trouwens? Ja, een naam ben ik me vergeten te vragen. Ja, Elijtja, jij zei al, oh, ik kom toch niet op de foto, ik zie er zo raar uit. Ja, dat snap ik helemaal. Ik voel ook altijd een beetje dat ik er raar uitzie. En ja, je kunt je voorstellen dat als je ruzie hebt en het is heel belangrijk voor jou, en er zitten allemaal van die rare mensen in van die rare pingwingpakken, en die moeten dan een beslissing nemen over jou, dat je dan dat wel een beetje eng is. Hè? Misschien moeten we even met z'n tweeën naast elkaar gaan staan. Hoe dat er nou uitziet. Hè? Dat ziet er toch ook wel een beetje gek uit. Ja, een beetje pingwing pakken. Hè? Misschien moeten we zo met z'n tweeën even lopen. Ja, kun je het voorstellen dat je zo drie rechters en een griffier. Hè? Want jij bent vandaag de griffier. En dan soms ook nog iemand die erbij komt, dat we dan allemaal met z'n allen naast elkaar zitten. En dan zit één zo'n persoon of twee mensen en die denken, oh, die moet een beslissing nemen. Mag je wel gaan zitten? Nou, sommige mensen vinden dat best wel eng. En die zie je ook altijd een beetje trillen wel op de zitting. En zeker ook als kinderen bijvoorbeeld betrokken zijn bij zo'n ruzie, dan is het misschien wel beter als die toga uitgaat. Nou had ik je straks al gezegd bij die dia's hiervoor,
dat er allemaal verschillen zaten in die toga's. Nou, ik heb zo'n raadsheren toga aan. Die heeft van die mooie fluwelen banen. Dat betekent dat er nog een rechter lager in rang is. En dat er ook nog een rechter hoger in rang is. Maar we hebben ook nog andere, dus advocaten toga. En dat is... Oh, shoot. Jamie. Ik heb hier de hoogleraren toga. Oh. Ik heb 4 kinderen nodig die in het cortège willen lopen. Want ja, die rechter of die hoogleraar, die moet natuurlijk wel een beetje netjes ontvangen worden. Ja. 4, oh. Wie zou er graag in het cortège willen, jongens? Wie loopt er mee? Dan gaan we hem snel even brengen naar de professor. Ja, hij. Kom maar. Oh, wacht even, ik heb 3 en 4. Ja, kom maar. Sorry hoor, ik heb ontzettende haast. 1 kopje koffie. Zeg, heb jij het? Tenniskleding aan onder je toga. Ik zeg toch, ik heb ontzettende haast. Ik heb die zaak niet voor niks verdaagd. Ik moet over 10 minuten op de baan staan. Mijn racket. Ach, in de auto natuurlijk. Jongens, ik ben weg. Adios. Wel praktisch, hè, zo'n toga. Ja, zeker als je 's morgens je bed niet uit kan komen. Ach, je pyjama. Ja, niemand ziet het, hè. Zeg, wat heb jij eigenlijk aan onder je toga? Niks. Niks? Niks. Machtig, dat. Oh, daar krijg ik toch zo'n kick van als ik zo in de rechtszaal zit. Nou, ik ook. Dijkstra! Hey, hallo. Top requisiteur. Dank je. Complimenten, hoor. Oh. Ja, we verslapen vanmorgen. Kan gebeuren, kan even gebeuren. Kijken, wat hebben we op de rol? Wat heb jij nou aan, zeg? Ja! Yeah. Daar krijg ik nou een kick van. We zien elkaar! Dit was de zaak van Uffelen. Uffelen. Ja, kijk, en jij ook. Zijn jullie allemaal klaar? Oké, nou, het cortège wordt klaargemaakt en intussen ben ik toch wel benieuwd. Ik ga een aantal vragen stellen en als je denkt van ja, daar kan ik me in vinden, dan ga je staan, alleen voor de kinderen. En als je zegt van nee, dat weet je, dan blijf je lekker zitten. Oké, wie heeft er wel eens ruzie gehad? Wauw. Ja, jullie gaan ook staan. Oké, dat wel goed dat jullie allemaal zo eerlijk zijn in ieder geval. En wie is er wel eens een ruzie begonnen? Oh, dat zijn er al een stuk minder. Ja. Ja. En wie heeft er wel eens als eerste gelijk sorry gezegd na de ruzie? Heel goed, jullie kunnen weer gaan zitten, jongens.
Welkom allemaal. Mijn naam is Diana van Hout en ik ben ook de hoogleraar. Ja, allemaal. Wat hebben jullie al veel geleerd? Jullie weten alles al. Nou, dan kunnen jullie in ieder geval allemaal nog helpen bij alle antwoorden van de vragen. Want jullie hebben nou geleerd, waarom gaat iemand in zo'n grote zwarte jurk naar zijn werk? Tja, waarom gaat die professor in een grote jurk? Ja, omdat het deftig is. Ja, en wat nog meer? Weet iemand nog iets? Ja? Zwart is netjes en deftig, ja. Omdat het vertrouwen geeft, ja. Ja, heel goed onthouden, prima. Oh, ik hoor daar ook nog iets. Ik vergeet jullie bijna helemaal. Ja, wat wil jij zeggen? Onpartijdig, ja, ja, ja. En jij? Ja, en wat denk jij? Neutraal. Neutraal, ja. En, maar de professor, ik had verteld in een cortège, we hadden zo'n optocht. En waarom hebben we dan een optocht altijd als we op de universiteit? Ja? Ja, dat we nieuwe kinderen, omdat we een feestje hebben. Ja, feestje, de vakantie is voorbij. Yes! Haha, we mogen weer gaan leren. En de rechter. Ja, ik heb al heel veel antwoorden gehoord. Waarom dat de rechter met zo'n grote zwarte jurk? Oh, die achterin. Ja. Als je gilt, dan zal ik het vertalen voor de mensen die thuis in de livestream zijn. Sorry? Omdat het heel netjes en deftig is. Ja, en ik zie daar nog een vinger. Ja, en onpartijdigheid, hè? Dus om de rechter te laten zien dat hij onpartijdig is. En nou heb ik... Wat zeg je? Nee, dit zijn... Hij is de griffier, dus die helpt de rechter. En dit zijn allemaal professoren. Dat weten ze nog niet, maar een paar jaar wel, hoor. Ja. Alleen, nou komt de moeilijke vraag. Ik weet niet of jullie die weten... Waarom droeg ik in het begin zo'n grote zwarte jurk? Wat zeg je? Omdat ik dit ga leren, ja. Klopt het filmpje, denk je, dat je zonder kleren onder een toga mag? Nee, hè? Ja, mijn zonen zeiden, dan hebben de ouders ook nog een leuke middag. Kies dat fragment maar. Weet iemand dat? Ik zie nog een vinger. Ja, ik ben hoogleraar. Nou, ik zal je een beetje helpen. Het filmpje was natuurlijk heel erg leuk, maar klopt natuurlijk niet echt helemaal. Hè? Dus we hebben hele strenge voorschriften voor toga's. Ik heb van die vlosjes. Deze is van Nijmegen ook. Daar ben ik hoogleraar. En met van die fluwelen dingen. Maar we hebben ook heel veel kledingvoorschriften onder de toga. Dus ik moet altijd dichte schoenen dragen, zwarte bedekte kleding, zwarte kousen als ik die draag. Dus er gelden ook heel veel kledingvoorschriften als ik een toga draag. Want je kunt je voorstellen als je zo loopt en er komt dan zo'n witte broek of van die leuke tijgerhakjes eronder. Dat ziet er natuurlijk heel anders uit. Dus ik had vandaag een grote zwarte jurk aan, omdat ik vandaag een toga had. Nou, mijn vragen voor vandaag... zijn al beantwoord, maar hebben jullie nog vragen? Oh, wacht even, hier vooraan. Of ik zelf wel eens ooit ruzie heb? Ja, dat is een hele goede vraag. Volgens mij wel. Nou, ik zal je vertellen, ik ben de hele dag bezig met ruzie. 'S Avonds heb ik daar niet zoveel zin in meer in, maar een beetje zoals de tandarts. Maar ik zal je vertellen, er zijn wel allemaal trucjes ook nog om ruzie een beetje te voorkomen. Zou ik 6 kinderen op het podium mogen? Ja, kom jij maar. Even kijken. Jij ook. Even kijken. Oh, jij ook. Ja. Ik ga even deze hoek, want die zijn nog helemaal niet aan de beurt geweest. Ja, kom maar, met groene trui. Even kijken, 1, 2, 3. We hadden straks zoveel enthousiasme. Ja, kom jij maar met die grijze. En, even kijken, hoeveel heb ik er dan? 2, 4. En dan 6, hè? Ja. Oh, kijk, zal ik eens even laten zien hoe dat werkt.
Oh, ik mis er nog één. Oh, nee, hier. Je was zo dichtbij dat ik je niet zag. Hey. Nou, weet je wat we gaan doen? Jullie mogen even hier gaan staan. Kom maar even naast mij staan. Even wachten niet, anders loop je dadelijk. Draai maar eventjes zo. Ja. Ga hier maar even staan. En dan kom jij hier ook maar staan. Ja. En jij ook hier. Ja. En jullie moeten hetzelfde gaan doen. Even wachten. Nee, nee, niet zo ver weg. Even kijken. Oh, ik heb wel heel veel meisjes, zie ik. Kijk, mag jij hier? Jij hier? En jij hier? Ja. Nou, dan mogen jullie... Dus heel langzaam loop jij naar die dame aan de overkant. Ja, even tot ik zeg dat mag. En voor jou ook. Jij loopt naar de middelste. Ook oh, sta helemaal voor. En jij mag naar haar lopen. Nog niet beginnen. Jullie blijven hier staan. Als je nou vindt hè, dat jongetje aan de overkant, als die te dichtbij komt, moet je zo doen. Je mag niks zeggen. Als die te dichtbij komt, doet hij zo. En als jij dus dit teken ziet, dan moet je stoppen. Ja? Rustig lopen, niet rennen. En jij doet hetzelfde bij haar. Dus als jij vindt dat zij te dichtbij komt, moet je zo doen. Ja? En dan moet jij stoppen. Voor jou geldt hetzelfde. Als hij te dichtbij komt... Hallo? Moet je zo doen. Als je dit teken ziet, moet je stoppen. Yes? Oh, jij snapt het natuurlijk al, dat snap ik. Alright, 1, 2, 3. Jullie blijven staan. Ja. Jij alleen maar naar haar kijken, niet naar anderen. Oeh. Ja, ik had het natuurlijk eerst moeten testen op kinderen. Bij volwassenen lukt die al. Al, jullie zitten precies op één lijn. En als ik dit met volwassenen doe, dan zul je zien dat jij een beetje hier staat... En jij een beetje hier staat. En dan zul je zien dat voor iedereen het anders is wanneer dat hij vindt dat die ander te dichtbij komt. En dat komt omdat jij vindt sommige dingen, vind je niet zo erg, duurt even voordat je het erg vindt. Maar jij vindt sommige dingen wel erg als hij het doet. Dus dan moet je je grenzen aangeven. Dus als je heel duidelijk aangeeft... Waar je grens is, en dat is voor iedereen anders, bij jullie toevallig alle drie precies hetzelfde de grens, dan helpt dat om ruzies te voorkomen. Hartelijk dank voor jullie hulp allemaal. Geef ze een groot applaus even. Ik zie iemand die heeft al heel lang een vraag. Oh, wacht even. Ja, oh, we hebben een microfoon. Ja. Hebben jullie, hoe lang duurt eigenlijk een rechtszaak per dag? Meestal doen we er een aantal op één dag. Dus dan doen we verschillende zaken op één dag. En dan kijken we altijd hoe lang dat we tijd nodig hebben om de vragen te stellen. En gemiddeld genomen, tussen de zaken die ik doe alleen maar belastingzaken. Maar ik wist niet of iedereen wel wist wat de Belastingdienst was. Wie weet er niet wat de Belastingdienst is? Weten jullie allemaal wat de Belastingdienst is? Ja. Ja? Jij ook? Of weet je het niet? Nee? Nee? Nee, dat gaan we dan ook vooral zo laten. Hè? Dus vraag maar aan je moeder. En als ze dan een leuke omschrijving heeft, dan moet je mij even mailen. Want dan kunnen wij thuis ook even lachen. Ben ik zo benieuwd naar hoe je de moeder dat dan gaat uitleggen. Maar ik heb alleen belastingzaken. En die zit er gemiddeld genomen ongeveer 1 uur per zitting. En dan doen we meestal de hele ochtend. Dus hebben we 5 zittingen achter elkaar. En dan beslissen we ook over die 5 zaken. Wacht even. Wie hier nog meer? Ik kan niet helemaal zien waar de microfoon is. Oh, ja. Oh, sorry. Waarvoor is jouw staf? Sorry? Waarvoor is die stok? Oh, van de pedaal. Ja, zal ik even naar je toe komen? De pedaal mag even uitleggen waar. Ik denk dat deze microfoon het ook? Ja. Kijk, het is heel mooi, is die. Ik mag hem nou gelukkig ook een keer vasthouden. Mag normaal nooit. Vaker doen. Zodat ik herkenbaar ben. Want ik ben geen hoogleraar, ik ben een pedaal. En zodat ik met de staf kan op de grond kan stampen. Zodat iedereen hoort, hey, een soort belletje zeg maar, van hey,
We moeten opletten. Ja. Dus als iemand na de universiteit kun je nog een nieuwe studie doen. Die duurt minimaal 4 jaar als je er voltijds aan werkt. Maar als je nog andere dingen doet, dan kan die wel eens ooit 10 jaar duren. Dus als je na je universiteit dan nog een aantal jaren studeert, dan moet je dat hier verdedigen in de aula. En als je dan allemaal ondervraagd bent door hoogleraren, dan komt de bedel binnen en die slaat op de grond met de staf. En die zegt, en nou is het genoeg geweest, ophouden met vragen stellen. Deze kandidaat heeft zich genoeg bewezen en mag, als het goed is, ook slagen. Ik geloof dat ik het hele systeem van vragenrondes al ondermijn. Wie is de volgende? Ik zit hier met Niels, hè? Niels, ja. Je hebt een vraag. Wat is de ergste straf die je hebt gegeven? Oh, ja, ik geef geen straffen. Ik ben geen rechter die straffen geeft. Nee. Is dat duidelijk, Niels? Ja. Maar de ergste straf die je kan krijgen in Nederland is levenslang in de cel. Ja. Waarom wordt er een rechtszaak gehouden? Waarom een rechtszaak wordt gehouden? Nou, dat is heel, bedoel je dat. Nou, normaal is het zo dat je eerst even op papier zet waarom dat je naar de rechter gaat en waarom dat je dat belangrijk vindt. En wat je graag wil dat de rechter beslist, dat doet de andere partij ook. Maar sommige mensen die kunnen het beter vertellen dan dat ze het kunnen opschrijven. En daarom wordt er altijd een zitting gehouden. Dus dan kun je altijd de rechter kan dan vragen stellen. Maar sommige mensen kunnen dan ook veel beter uitleggen wat hun dwars zit. Hè, wat hun probleem is. Ik stel nog heel veel vragen, dus ik ga een beetje sneller. Mijn antwoord, ik ben zo kletskous ook. Ja. Bent u ooit bij een rechtszaak geweest die in het nieuws is gekomen? Ja, ik ben zeker wel eens bij een rechtszaak geweest die in het nieuws is geweest. Maar toen was ik zelf geen rechter. Ja, heel veel zaken worden, dus je bedoelt denk ik echt op het journaal. Ik ben ooit bij Van der Valk geweest, in het kader van belastingfraude. Maar toen was ik advocaat in die tijd. Die is toen op het nieuws, maar het is wel heel lang geleden hoor. Dat is denk ik voor jouw geboorte. Ja. Oh, wacht even. Ja, dan moet ik weer naar het midden. Ja. Ik breng altijd alles in 100, I know. Ja. Wat moet je studeren om een rechter te worden? Oh, dat is een hele goede vraag. Je moet dan de rechtenstudie hier volgen. Dus dat is een richting die je kunt studeren, rechten. En als je die gedaan hebt, dan moet je eigenlijk nog een paar extra vakken doen. En daarmee kun je naar de opleiding voor rechter. En dan krijg je bij de rechterspraak krijg je ook nog een opleiding om rechter te worden. Ja? Alsjeblieft. Welke vragen stellen jullie dan allemaal? Ja, nou ik had je verteld in het begin dat het heel vaak zo is dat mensen reageren op het laatste standpunt. Hè? Dus die hebben dan dus dan zegt de ene van ja, maar jij hebt al een fiets bijvoorbeeld, hè? En dan gaat die andere, die gaat dan reageren bijvoorbeeld op die fiets. Maar die zegt dan van, ja, maar jij zorgt er niet goed voor. Ja, en dan gaat en zo gaat die discussie eigenlijk, of die ruzie gaat eigenlijk een hele andere kant op. En dus wat je vaak ziet als rechter, dat mensen die zijn over allerlei dingen aan het ruzien, maar waar het nou eigenlijk om ging, dat zijn ze een beetje vergeten. Dus dan willen wij heel graag weten wat er nodig is om die rechtszaak op te lossen. En als je een keer naar de rijdende rechter kijkt, dan kun je zien dat die man dat ook altijd doet, maar dan vaak bij de mensen thuis. Dus dan gaat hij kijken, nou, hoe zit dat tuintje dan in elkaar? En je wil dat dan graag zien. Dus alles wat we niet terug kunnen vinden in de stukken, dus in de stukken die voor de rechtbank zijn, daar gaan wij dan nog vragen over stellen. Ja? Hoe lang heeft u op school gezeten? Oh, ik heb vreselijk lang. Ja, ik vond leren heel erg leuk. En dus ik heb echt heel erg lang. Ik heb eerst de middelbare school gedaan. En toen heb ik. Ik mocht nog 7 jaar studeren. Dus ik heb alles gedaan wat ik maar kon. Om die 7 jaar vol te maken. Dus ik heb economie gestudeerd. En ik heb fiscale economie, fiscaal recht, bedrijfseconomie. In Nederlands recht heb ik gedaan. En nu doe ik nog steeds psychologie, vind ik wel leuk. En ik heb een proefschrift geschreven, heb ik 10 jaar over gedaan. En ik studeer eigenlijk nog steeds. Ik ben nu, maar ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik wil alles weten. Dus niet alles hoor. Sommige dingen vind ik ook super oninteressant. Maar
Dus ja, best wel wat jaren. Ja, en ik studeer nog steeds, iedere dag eigenlijk. Ja. Van Guus, toch? Oh ja, hebben we dat vlak ook, of dat vak ook al gehad? Oh, nee, denk het niet. Maar even, sorry, even Guus doen dan en dan gaan we ja, naar dat. Ja, dat is goed, ja. Hoe vaak heeft u een rechtszaak gehouden? Ik ben niet zo heel erg vaak, want ik ben een soort invalrechter. En, dus ik doe dat niet ik ben voltijds hoogleraar, maar niet rechter. Dat doe ik af en toe eens. En normaal is het ongeveer dat we tussen de 4 tot 6 keer per jaar, dan hebben we zitting. Alleen ik moet zeggen, sinds corona is het echt een stuk minder geworden. En ik ben alweer een tijdje niet aan de beurt geweest. Maar meestal tussen de 4 en 6 keer per jaar. Even wachten, hierachter, ja. Is het soms moeilijk om tot een beslissing te komen? Ik vind het van mezelf niet zo. Maar wij beslissen altijd met een aantal personen. En wij zijn het niet altijd eens. En soms dan zijn wij het zo oneens met elkaar, dat we soms wel tot 's avonds laat aan discussiëren zijn om te kijken wat de beslissing in zo'n zaak gaat. Maar als we een beslissing genomen hebben, dan is het in Nederland zo dat je niet weet of wij daar nou heel erg lang over onderling ruzie hebben gehad. Of heel erg kort, dus of heel lang of heel erg kort. Maar in sommige rechtszaken laten ze dat wel zien. Dat er bijvoorbeeld heel veel oneenigheid was tussen de rechters zelf om een beslissing te nemen. Dus soms duurt het heel lang. Ik heb wel eens een keer dat we echt door de beveiliging naar buiten zijn gegooid, omdat we er onderling niet uitkwamen. Omdat de ene vond echt wel en de andere vond niet. Maar soms zijn zaken ook wel moeilijk. Dan, hoe ver geloof je iemand? Soms is er niet genoeg bewijs. Dus niet altijd even makkelijk om een beslissing te nemen. Ja. Er wordt van last antwoord. Ja, oh, heel dichtbij. Hoe lang doet u uw werk al? 32 jaar. Ja, 32 jaar. Ik was heel jong. Maar niet als rechter hoor, 32 jaar. Ik ben zo begonnen met 32 jaar geleden. Ja. Is u wel eens bang geweest dat u ruzie kreeg? Ja, ik ben ook wel eens ooit bang geweest in de rechtszaak. Ja, was iemand die was heel erg agressief. Ja, en we hebben zelfs in belastingzaken iemand die echt zo boos kan worden, die gaat zelfs met stoelen gooien en zo. Ja, dus ik ben wel eens bang geweest. Ik ben ook wel eens ooit bang geweest als professor. Ja, iemand die heel boos was. Ja, zeker. De een staat die kant. Hierachter zijn nog niet zoveel vragen geweest, ja. Kijk, dus ik moet hier naartoe lopen? Ja. Oh, hier. Hoi. Waarom hebben jullie van die hoedjes op? Ja, dat is een goede vraag. Ik voel me ook altijd een beetje onsterfelijk belachelijk met die dingen. Maar dat hoort bij, net zoals dat hij van die rode biesjes heeft, zo is dat begonnen. En dat is ook eigenlijk een mode-item. Op een gegeven moment is de mode wel gestopt, maar wij zijn ook heel hoog geweest. En deze zijn ook heel lang geweest, echt soms zelfs tot de grond. En dan maakten ze hier van die gaatjes in en dan noemen ze handen uit de mouwen steken. Daar komt ook die uitdrukking vandaan. Dus ze zijn heel erg veranderd, maar ze staan al heel lang stil. Dus de mode is een beetje stil komen staan. Dus ik denk dat we misschien moeten we wel eens voorstellen dat we de mode anders doen. En dat we als nu meer vrouwelijke hoogleraren krijgen, dat we dan een beetje leuke taille of zo doen. Hè? Zoiets. Of leuk riempje of zo. Even kijken. Vragen? Dat is de vraag. Oh ja, hier zo. Ja. Is het wel eens gebeurd dat dan de rechters aan het discussiëren waren en dat ze dan daar ruzie van kregen
En dat ze daar dan ook nog een rechtszaak van moesten krijgen. Oh, nee. Nee, dat is toch nooit, voor zover ik weet niet. Nee. En het gebeurt altijd binnen kamers. En het is altijd, kijk, het is niet onze eigen zaak. Dus het gaat veel meer om, geloof je iemand? Vind je dat er genoeg bewijs is? Dat soort dingen. Dus, en we houden het binnen kamers. En we houden het ook over het algemeen, tenminste mijn ervaring, heel beschaafd. Ja. Ja. Heb jij al een keer ruzies opgelost? Of ik al eerdere ruzies heb opgelost? Nou, als rechter kun je natuurlijk beslissen, dus dat heb ik vaak genoeg gedaan. Ik heb alleen ook nog meer kennis over ruzies, maar dan zit ik eigenlijk veel meer als iemand die bedenkt hoe je op wel voor methode, dus wat voor verschillende manieren je een ruzie kunt oplossen. En dan mogen anderen dat dan doen. Ja, dus ik probeer eigenlijk steeds nieuwe dingetjes te bedenken hoe je ruzies beter kan oplossen. En nu ben ik wel bezig om een heel groot experiment om ervoor te zorgen dat mensen geen ruzie meer krijgen. En dat ze eigenlijk al heel snel geholpen worden, waardoor ze eigenlijk geen ruzie hoeven te maken en ze ook niet naar de rechter moeten. Dus als de landelijke aangiftedag komt, dan moet je maar eens aan me denken als je dat hoort. hebben we nog tijd voor vragen? Ja, ik vind het superleuk hoor. Het is het leukste deel van de middag. Oh, ook nog vragen op het podium. Ja, we zouden ze bijna vergeten. Ik vind jullie wel leuk hoor, zo. Ik weet niet of je het zelf leuk vindt. Hoeveel rechtszaken worden er ongeveer per jaar gehouden? Hoeveel rechtszaken? Oh, heel veel. Ja, ik geloof in belastingzaken hebben we er 25.000 per jaar. En dan, dat zijn verschillende belastingsoorten. En iets van 15. En dat zijn eigenlijk relatief weinig zaken ten opzichte van alle andere soorten ruzies die je nog kunt hebben. Ja. Dat is veel, hè? 25.000. Ja. Maar dat zijn alleen nog maar belastingzaken. Dus ruzies met de Belastingdienst. Ja, dankjewel. Oh, wacht even. Ja, jullie willen ook allemaal vragen. Mag ik zo? Is er nog iemand daar? Oh, daarachter. Ja. Wat is het verschil tussen advocaat en rechter? Ja, een rechter die beslist en een advocaat die helpt eigenlijk degene die bijvoorbeeld iets gestolen heeft of waarvan ze denken dat hij iets gestolen heeft. Of omdat er heel veel moeilijke taal wordt gesproken in die rechtbank en dat begrijpen ze niet zo goed. Dus die advocaat helpt degene die naar de rechter toe moet. Ik ben ook begonnen als advocaat. Ja. Wacht. Ja, hoe kan jullie niet allemaal? Jij zit al heel lang, hè? Kom, jij maar eens even je vraag stellen. Ja, super lang. Ik hoorde het al. Oh ja. Wat voor soort vraag doe je dan met geld? Van wat voor soort belastingvragen van? Dus. Meestal of ze moeten betalen, ja of nee? Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Dus dan hebben mensen dus te weinig betaald voor een belasting. Ja, of te veel. Kan dat ook? Ja, dat kan zeker. Ik denk dat heel veel mensen te veel belasting betalen. Maar dat is toch juist alleen maar goed? Wat zeg je? Dat is toch juist alleen maar goed? Wat, dat ze te veel? Dat ze te veel betalen. Kom maar, mag ik hem even terug? Ja. Dat ze te veel betalen. Ja, dat is voor jou, voor een aantal mensen is dat wel goed. Maar ja, sommige mensen hebben niet zoveel geld. En als ze dan ineens heel veel duizenden euro's moeten betalen, terwijl ze dat niet hebben, dan is dat natuurlijk niet zo prettig. Ja. Ik heb hier nog iemand die had een vraag, hè? Alsjeblieft. Bent u naar de rechtszaak gegaan van de protesten in het Rijksmuseum? Nee. Oh. Of bedoel je museumjaarkaart? Nee, dat is protest van de activisten van de klimaat. Nee, dat zijn niet mijn soort zaken. Nee. Dat is denk ik de laatste vraag, hè? Of niet? Of dan of doen we nog. Oh, wacht even, ik zie nog twee. Oh, iemand helemaal achterin nog. Ja. Wat is er nou zo leuk om rechter te zijn? Wat er zo leuk is aan rechter zijn. Ja, ik vind mijn vak heel erg leuk. Ik vind dat ik het mooiste vak heb van de hele wereld. En als ik dus een keer bij mag springen
om als rechter op te treden. Dan vind ik dat heel leuk, want dan kan ik op een, op een hele praktische manier met mijn vak bezig zijn. Terwijl ik soms, zeker in deze functie, ook heel erg vaak heel erg theoretisch bezig ben. Dus ik vind het dan heel leuk dat de dingen die ik dan doseer en die ik dan leer aan mijn studenten, dat ik die dan zelf ook mag toepassen af en toe. Is dat de laatste? Waarom is er altijd de schilderij van koning Willem-Alexander in de rechtbank? Dat is een hele goede vraag. Weet kijken of niet? Ik zou ook even veel liever een ander leuk schilderijtje zien. Oh, hier is echt de allerlaatste vraag. Wou u als kind ook al rechter worden? Sorry? Wou u als kind ook al rechter worden? Oh, nee. Ik heb totaal niet aan gedacht om rechter te worden. Nee, ik wilde vooral, vooral onafhankelijk zijn. Dat vond ik heel belangrijk. Was dit de laatste vraag? Ja, nou dan dank ik jullie heel hartelijk voor jullie aandacht. Ja, Diana. Ontzettend bedankt voor dit interessante college. Persoonlijk vond ik het ook heel nuttig. In het vervolg, als ik een ruzie heb, dan ga ik wel aan jouw tabel denken. Ja. En jullie ook bedankt voor jullie komst. Als jullie straks naar buiten lopen, krijgen jullie een certificaat. Maar even goed opletten, want aan 4 van die certificaten zit een kaartje. En als jij dat kaartje hebt, dan mag je even terugkomen naar het podium, want dan krijgen jullie nog een klein cadeautje van Diana. Oh, leuk. Wel thuis. Ontzettend bedankt voor jullie komst en tot de volgende keer.